Het is weer tijd voor Olga Zuiderhoek met opnieuw een greep uit haar platencollectie. Ze trekt zo nu en dan een aantal platen uit haar kast. En dit keer toegespitst op de week van de lentekriebels. Ja, we zien nu van welk trapje jij gevallen bent. Ja, oh, ik zag hem even niet. Maar dit is, oh nee, maar dat is wel een hele hoge. Oh, ja. Nee, ik heb gewoon twee trapjes. Gewoon dat twee is genoeg om dat geweest. Ja. Olga, we gaan met jou eigenlijk de week van de lentekriebels vieren. En het is ook een beetje een reactie op hoe er sinds een korte tijd traditioneel gereageerd wordt op die week. Met name uit de rechtsconservatieve en de christelijke hoek. Laten we even kijken. Ja. Het is de week van de lentekriebels. Wat zijn dat eigenlijk? Ja, dat is dat je van die kriebels in je buik krijgt als je verliefd bent. Vorig jaar noemden conservatieve groeperingen de themaweek een perverse ideologie. Memory spel hier met penissen, vagina's, moeten ze allemaal naar kijken. Er waren zelfs bedreigingen. Nou, we worden wel wat preutser. De week van de lentekriebels, waar veel ouders zich zorgen om maken. We vroegen enkele Tweede Kamerleden naar hun mening hierover. Ik vraag me af of hele jonge kinderen... Ja, of je die moet leren masturberen. We weten uit onderzoek dat als je jongeren voorlichting geeft, dat ze juist later beginnen. Je moet praten, want anders ga je het verstoppen. En dan weet je niet zo goed wat je ermee moet doen. Zo goed. Was getekend. Ja. En leuk, jonge mensen moeten wel leren masturberen. Want lentekriebels, laten we sowieso die lente eraf halen. Want het kan altijd gebeuren. En lentekriebels heeft iets romantisch, dat er vlindertjes en dat is het allemaal niet. Er ligt iets te wachten in je lichaam. Zoals als je het koud hebt, ga je rillen. Als je het warm hebt, ga je zweten. En zo zijn er ook dingen in je lichaam die... ja, het is allemaal taboe, dus er zullen nu ook al televisies weggaan. Dat gaat over geilheid, maar dat is wel een weg naar iets toe, waardoor we kunnen voortplanten, maar er zijn gelukkig om die geilheid te leren herkennen bij jezelf. Maar er zijn ook mensen, niet alleen mannen en vrouwen, die voortplanten met mannen en vrouwen met vrouwen, die ook een recht hebben op bevrediging. Dus die masturbatie is wel degelijk nodig. Maar daar wou ik het eigenlijk later over hebben. ja, nee, want het is een taboe. En mijn eerste kriebels zal ik even uitleggen, want we moeten naar de muziek. Ja, toe. We moeten naar de muziek. Waar jouw eerste kriebels, waar jij voor het eerst dacht... Woesh, nou, de biologie doet zijn... Wist, oh, wat is er nu aan de hand? Ja. Dat was, ik was 15, er was een artsencongres. En mijn vader is arts, dus ik mocht als dochter de kaartjes scheuren bij het concert 's avonds. Het was het concert, vioolconcert van Max Broeg. Ik heb hier allemaal uitvoeringen daarvan. Ja. Maar dat was toen met Herman Krebbers trouwens. En... Toen kwam er bij dat scheuren van die kaartjes... kwam er een veel oudere jongen, maar een student medicijnen op me af. En ineens stond ik in de fik. Ja. En ik wist niet wat er was. Dus toen begon dat concert en toen hoorde ik dit. Ook nog. Dan raak je wel van was. Ja. Echt. En dan moet je dus ook oppassen dat je niet, als iemand vraagt... Wij hadden geen mobieltjes. Stuur een naaktfotootje, want dan doe je dat. En dat moet je niet doen. Maar, wat doe je dat? Ja, nee, doe dat je is dat meteen? Dit was overigens high fat. Ja. Dat mensen, maar 15 dat... is toch best wel laat? Ja, maar ik was ook een beetje laat. Okay. Nee, maar dat wil ik ook graag. Die kriebels. De mensen moeten ook niet denken... oh, mijn overbuurmeisje heeft het al en ik deug niet of zo. Ja. Neem je tijd, dat zijn mensen... Die je wordt er vanzelf door overvallen. We hebben jou gevraagd, Thomas, van tevoren... van Olga komt langs over die kriebels. Weet jij nog wanneer jij voor het eerst in de fik stond? Nou... ik moet sowieso even bijkomen, want het is inderdaad... het brengt allemaal jeugdherinneringen terug natuurlijk. En ik had, zo maar zeggen... Ik stond in de fik toen ik voor het eerst een televisie in mijn kamer had. En ik daar een videoclip op zag... die, denk ik, mijn hele generatie in vuur en vlam heeft gezet. Echt een soort defining moment voor mijn generatie was. Ja, zullen we even kijken? Laat maar even kijken. Dat komt ze. Summertime love, be my lover.
vier mannen aan de overkant zitten die denken... oh ja, dit weet ik ook nog wel, dat dit nummer uitkwam. Dat heb ik al wel gezien, ja. Ik denk dat ik er twee was, maar... Ja, jij bent vast jong. Het is net niet jouw moment, maar... Nee. Ja. Maar goed, die eerste kriebels, Olga, die hebben we nu besproken. Ja. Maar je hebt een andere plaat meegenomen van Doe Maar. Een cd, en ik was eigenlijk een beetje te oud om fan van Doe Maar te zijn. Om in ieder geval daar zo te staan, hongerig zijn. Hè, wat ook met kriebels en honger naar kriebels is. Nou ja, over de eerste kriebels gesproken, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ik denk, die meisjes bij Doe Maar, die konden daar natuurlijk helemaal de vrije loop gaan. Precies. Ja. En toen, wat ik mij herinner, is dat Ernst Jans... had geschreven en zong Belle Hélène. En daarin wordt gezegd, en nu ga ik een beetje naar de vertrutting van tegenwoordig... waar ik me echt zorgen over maak. Ik weet niet of het goed of slecht is dat ik met je vrijen wou. En wat een ander ook mag zeggen, zo heb ik jou nog nooit gezien. Je lijkt ineens geen kind meer, maar mooi en minstens 17. Dat gaf nog de kans dat ik, 15 was misschien laat... maar dat ik toch kon dromen dat ik op mijn 17e met Ernst Jans naar bed had kunnen gaan. En dat mag nu allemaal niet meer. Dat mag nu echt niet meer. Dat gaat misschien nog, maar minstens 17. Dus. Ja. Waarschijnlijk was ze 14. We gaan kijken naar Ernst Jans en even heel goed naar hem luisteren. Ik weet niet of het goed of slecht is dat ik met je vrije wou. En wat een ander ook mag zeggen, dat kan me allemaal helemaal toevallig niks schelen, want ik vond het fijn bij jou. Zoals je naast me ligt te slapen, zo heb ik jou nog niet gezien. Je bent ineens geen kind meer. Ja, dat is er inderdaad wel aan veranderd. Dat je toen inderdaad 14, 15 kon zijn. Dan was er misschien iemand van 23. Dat wordt nu allemaal ontzettend smerig gevonden en afgekeurd. En het wordt meteen veroordeeld. We hebben ook nog één, want we gaan straks ook nog naar iets luisteren. Maar we gaan ook nog even naar een fragmentje kijken dat jij graag wilde laten zien. In de week van de lentekriebels. Omdat het zo inspirerend is hoe deze meisjes praten over... hoe je er eigenlijk over zou moeten praten. Ja, dat is uit Open en Bloot. Dat is 50 jaar geleden was dat een programma van Hedda van Gennep. En daarin iedere aflevering had een onderwerp. Dus geslachtsziekte of zelfbevrediging. Dingen waar dus met moeite over gesproken werd, maar waar... Joop van Tijn van Vrij Nederland, die wilde daar graag de presentator van zijn. En wat ik graag wil laten zien is twee meisjes die heel dapper dan over zelfbevrediging spreken. Ja. We hebben voor dit programma vrij wat meisjes gesproken die zichzelf wel eens bevredigen, maar die dat voor geen goud voor de camera zouden durven zeggen. Martin is een meisje dat er wel over wil praten. Maar heeft dat dan op een of andere manier nog doorgewerkt, wat je ouders toen zo kwaad waren erover? Nou, ik kreeg een enorm schuldgevoel over wel. Elke keer als ik het deed, ook het bleef. Maar toch deed je? Ja, want ik vond het leuk, ja. Maar omdat ik dat nooit hoorde en me ervoor schaamde, nou, dacht ik ook, ik krijg er een ziekte van, of een infectie. Nou, dit is echt een geweldig fragment. Ik wil wel meteen met je door naar het optreden waar we zo naar gaan luisteren. Ja. Over kriebels gesproken. Over kriebels gesproken. Toen ik eindexamen deed voor mijn middelbare school... toen mocht ik Jan Wolkers er niet opzetten. Wat ik echt... Op je leeslijst? Op mijn leeslijst. Was toen al een verboden boek? Ja, dat was toen nog een verboden boek. Maar ik ben ook 77. Dus, maar daarna, 5 jaar later, kon je dat niet meer voorstellen. En ik wil ook niet weten nu of het nu weer mag. Ik wil het gewoon niet weten, want ik ben heel bang dat het niet mag. En dan... Nou ja, dan gaat mijn hart kinderen moesten stilstaan. Mijn kinderen moesten het verplicht lezen. Dus misschien is dat gewoon gerust. Oh ja? Verplicht lezen? Nou, in Amerika zou het op heel veel plekken verboden zijn. Ja. Nee, maar dat is... Maar Amerika is en beeldschoon en heel lelijk. Ja, allebei. Heel lelijk. Maar wat heeft dat met jou gedaan? Turks Fruit, de film is natuurlijk gemaakt... en die is beroemd voor de hele bevolking. En daarin is echt een scène dat je denkt... twee mensen die alsmaar verliefd zijn en het willen doen... hoe laat je dat zien? En Paul Verhoeven besluit dus een leuk op een fiets door Amsterdam. En Rogier van Otterlo besluit daarbij te schrijven... Ja. En dat gaat nu de wereldkampioen kunstfluiter Geert Chartou... met het trio
Ook al Bart Trio. Ja, ook een trio. Gaat dat voor ons spelen nu? Heel erg blij. Over lentekriebels en de voorlichting die je aan kinderen zou geven, zou jij dan zeggen van, er komt een moment waarop je gewoon zin krijgt om het te doen en ja, je hoeft en daarvoor je niet zoveel zorgen te hebben en dan ga je gewoon aan de slag. Aan de slag met jezelf. Ja. Dat je klaar bent als er iemand tegenkomt, dat je dan het fijn gaat hebben en dan kan je besluiten of je ook nog kinderen erbij gaat nemen. Maar je moet zelf aan de slag. Je moet en veilig, dat is een taboe. Dat hoorde je Alissa Morien zeggen, dat je dan misschien beschadigt. En Martin, wat zei ze van dat schuldgevoel? Ja. Ja, nee, dus dat is echt, dat moeten mensen niet. Mensen die er verstand van hebben, die weten gewoon dat hoort bij het leven. Zoals huilen, lachen, zweten, rillen. Echt waar. Masturberen. En masturberen. Nou, daar gaan we dan. Ja, daar en gaan we. Dat is een beetje opschieten.